Hier is een ballistic gel wat ik ga maken. Wat ons gebruik is gelatine en water. De mixing ratio is 1 of 28 gram gelatine met 3/4 koppie. En ik gebruik een klein flora bakkie voor die mold. En dan gaan we met het olie smeren in die binnenkant, dat die mold kan loskomen. Zo, ik heb nou uitgewerkt, het is 2 1/4 kopjes water wat ik ga gebruiken. Het is koude water, het meng blijkbaar beter. En dan heb ik 84 gram gelatine. Niet zo helder, nie, het wordt zo bruin. Niet zo deurskynend soos mens het wil hê, nie. Klein toets wat ik maak, net om te zien of hy nie gaan smelt op die skietbaan as het by 28 graden of wat gaan nie. Hierdie gaan ek maar net gebruik om die windbaks in te skiet. Net om te zien hoe lang die gelatine blok buiten kan staan sonder om te smelt. En dan gaan ek die groot blokke bou later. Ok. Die water is vooraf afgemeet in hierdie houertjie, seker te maak. Is hier reg te veel uit water. Die vermaak is voor ons geolie. Oké, okay, die volgende stap is dan om hierdie in die ijskast te kry, wat hy, ek weet nie wat nie, maar hy gaan bietjie afkoel en dan gaan ons hom daarna kook. En so hierdie gaan nou 2 ure in die ijskast in. Goed, nou het ek hierdie gelatine wat in die ijskast was in warm water laat staan tot alles lekker weer gesmelt is. En dan gaan ek hom gooi in die mold. Ok, die ding het nou uit die ijskast gekom. Ek sal hom uit. En daar is hy. Dit is die blok. En dan gaan nou windbiks in hom skiet. Ok, ons het 3 koekies ingeskiet. Vir julle wys, daar is die ingang. 3 koels. En hulle het amper deurgegaan. Daar het hulle gestop. Daar sit hulle daar binnen. Ok, hier is 'n honnet in die gelblok met touw vastgemaak. 10 meter. Ja. Ja. Je vraagt dat niet hier niet. Het is. Nee. Ja, ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb amper. Ik weet niet of de babbel is of waar het is. Amper deur. Ja, dat is hij, nee. Prachtig. Hm.
soos die 100 se punt wat recover is. 45 klein punt uit die gel blok, 1 meter geskiet. Het so 3 kwart gepenetreit. Die 100. En die is 100 koekie. Hij reset vanzelf, nee? Ja, als ik die ski dan ga hij net weer. 2383. Ja, spannend, hè? Het gebeur is 1-3-1-3-5-0 al verschrikkelijk vanaf. Maar dan is het gewoonlijk puntje van 240 frame. Ja, ja. Als je nou zakt naar 180 toe, dan gaan we op naar 1516. Dit is dit. En je weet dan ook die dingen, als hij smeer loodpunten mee op, als oor 1000 voet een seconde, dan gaan hij lood smeer.